hallo. In de Gouden Eeuw was Nederland zo rijk dat de meeste mensen in de stad gingen wonen. Dus er waren geen boeren meer. Er was te weinig graan, dus moesten ze importeren uit Polen. De onderweg moest tol betalen over de breedte van het schip bij richting Noorwegen. Dat was dus een heel groot probleem, dus moesten ze schepen maken met een small dek. Want de tol kwam over de breedte van het dek. Pim Doorn met het NOS nieuws over de 17e eeuw. We staan hier bij een schilderij van Michiel de Ruiter. Dat was een belangrijke admiraal. Hij werkte samen met Frankrijk om tegen Engeland te vechten. En hij heeft een supercoole snor en een sikje. En daarmee heeft hij Engeland verslagen. Toen heeft hij van Lodewijk medaille gekregen. Die deed hij altijd om. Later zette Frankrijk ook tegen hun op. Dus toen heeft hij Engeland en Frankrijk verslagen. Hij heeft een supercool zwaard. Deze is alleen een beetje bot. En een heel mooi hoesje. En hij was vast ook een goede zwaardvechter. En hij had een heel groot schip. Ga niet naar die. En dat is een model, maar die kan je niet goed zien. We gaan naar het schilderij. Komt u maar. Ja. Hartstikke mooi. Ik kan niet uitbrengen of dit zijn schip is. Waarschijnlijk wel. En een hevige oorlog. Veel spektakel. En altijd leuke oorlog. Maar ja. En hier staat een kanon. Misschien ook wel van hem. Veel explosies. En dat was het, luidjes. En we gaan nu verder naar Mart. Goedemiddag, vandaag een geschiedenisverhaal over Martin Loop. Want hij zit nu op een pakje van 25.000 euro. Maar ja, daar gaan we nu over hebben. Deze meneer is een kapitein. Weet je hoe? Omdat hij is van een klein skeer jongetje naar boven is gegaan. Weet je hoe? Omdat het gewoon kan. Die ene is gesterfd, nu komt hij. Zijn verhaal is zo gebeurd. Hij werkt op een schip en daarna had hij een kapitein jasje aan. Dan! Nou, ik ga jullie wat vertellen over Amsterdam in de 18e eeuw, 17e eeuw. Het begon allemaal met een heel klein dorpje. Het lag daar met een oude kerk en allemaal houten huisjes. Toen in de 17e eeuw allemaal rijke mensen naar Amsterdam kwamen, groeide Amsterdam tot een hele grote stad uit. En dat zie je op deze kaart. Daar zo ligt Amsterdam, of de Dam van Amsterdam. En toen kwam er ook nog een hele grote haven, waardoor iedereen met zijn grachten, of alles als ze koop waren, naar de grachtenhuizen kon. Dit was het. Er is een nieuw openbaar vervoermiddel, dat heet de trekschuit. Het wordt getrokken door één paard en het is heel goedkoop. Er kunnen 30 mensen in en er is hier een replica. Daar gaan we nu even heen. Aan dat touw zit het paard, daardoor wordt hij dus getrokken. Dit is het nieuws van de Gouden Eeuw. In de Gouden Eeuw viste Nederland heel veel op haring. De haring werd op het dek al klaargemaakt om opgeslagen te worden. Daarom moest het dek heel erg breed zijn. Doordat het dek zo breed was, was het een makkelijke prooi voor vijandige schepen van andere landen. Vaak gingen er oorlogsschepen mee om de vissersschepen te beschermen. Hier achter mij zien we een schip van de Gouden Eeuw. De Buis, om precies te zijn. Zoals u ziet heeft hij een heel breed schip, heel breed dek, zoals ik net vertelde. Dit was het nieuws voor vandaag. Hoop dat je volgende keer weer kijkt. Doei doei. Ons stuk gaat over Cornelis de Graaf grijpt de macht. Cornelis de Graaf was goed in handel. Hij investeerde ook in handelsschepen. Als je op het schilderij kijkt, hier zie je dat hij een kraag heeft. Dat toont aan dat hij veel geld heeft. Hij stopte zijn geld in schepen. Dus als hij beroofd werd, had hij niet in één keer al zijn geld weg. Hij begon gewoon als een normale burger. En daarna
ja, zo goed, of investeren zo goed. Dus kreeg veel macht. Baas te horen dat ze helemaal weer terug moet naar Suriname om te werken in plantages van rijst en voor suiker. Helemaal door naar de eilanden. En weer naar Nederland. Terug moet ze weer helemaal naar Suriname. Weer. Maar ook moet ze de hele dag van 's ochtends werken in de kokende zon. Dat zien we volgende keer in Aminda in the Wild door Alex Franke. Hallo, ik ben visser Jan Jansen en ik ben visser in de Beemster. Maar ik kan niet meer vissen omdat het water is leeggekomen en dan is de polder. De polder is het water niet meer leeg en dan komt de bodem weer. Dus nu ben ik heel boos en dan heb ik nu geen geld meer om binnenkast te eten. En dan heb je daar die rijke mensen met die hoeden staan en die hebben al mijn geld opgepakt. Dus geen binnenkast meer voor mij. Hallo, dit is Jacob Floris van Langeren. Hij is een globemaker en kaartenmaker. Hij maakt globische kaarten voor mensen die met een schip varen over de zeeën. En iemand heeft een rechtszaak tegen hem aangespand en hij heeft verloren. En nu mogen andere mensen ook globes maken, maar eerst had hij alleen recht. En mocht hij dat alleen, dus kon hij Monopoly spelen, zeg maar. Kon hij veel geld verdienen. Ik kon hier veel geld voor vragen. Dit was het nieuws. Doei!